Vandaag, op Valentijnsdag, lanceerden de Leescoalitie en COC Nederland de site Queerboeken.nl met tips voor mooie boeken met LHBTI-rolmodellen. Bij het lezen voor de lijst kunnen leerlingen nu dus ook kiezen uit een queerliteratuurlijst. Uit onderzoek blijkt dat veel LHBTI-leerlingen het gevoel hebben dat het in de lessen nooit eens over hen gaat. Lesstof, maar ook de verhalen die we vertellen in boeken of films, gaan bijna altijd uit van een heteronorm. Iedereen heeft de behoefte om zichzelf op een positieve manier te herkennen in de voorbeelden om zich heen. Dit initiatief is trouwens niet alleen voor LHBTI-leerlingen relevant, maar voor alle leerlingen en docenten. Door verhalen kunnen wij ons verplaatsen in een ander. Lezen met andermans ogen verruimt onze blik. Ik wens iedereen veel plezier met de website queerboeken.nl en met de verkiezing van het mooiste queerfragment. Laat dit een aanleiding zijn om op deze Valentijnsdag een mooi gesprek te hebben. Over liefde in de literatuur in al haar vormen.